Goeiedag, mijn naam is Piet Leetemia. Ik ben forex trader en ik werk samen met I Am Mastery Academy. Nu al ruimschoots 3 jaar. En ik wilde jullie vandaag wat laten zien waar mijn oog op gevallen was. Een van de tools die wij momenteel gebruiken. En ik moet je echt zeggen, jongens, dit is echt een ontzettende vette tool. Als we het hebben over een hele goede risk reward en ook een hele leuke strategie, omdat het gewoon bijna op een speelse manier wordt gebracht, waardoor je ook veel makkelijker voor jezelf misschien wel de stof kan begrijpen. Het is ook eigenlijk heel eenvoudig. Het zijn 4 simpele stappen. Als je die kan doorlopen, die 4 stappen, 4 keer een bevestiging, dan kan je een trade in. Ik ga jullie kort meenemen in hoe deze trade, of hoe deze tool precies werkt. En ik begin niet met deze, daar wil ik eigenlijk even mee afsluiten. Het is jammer dat ik die nu nog in beeld heb, maar dat maakt niet uit. Laten we eens even gaan kijken. Ik heb gisteren een leuke dag gedraaid. Als ik in percentages mag praten, dan was echt een waanzinnige dag. Ja goed, dat maakt niet uit. Het was een hele goede dag. En ik ga gewoon eens even wat trades met jullie doorlopen. En dan ga ik daar gewoon een klein stukje over uitleggen hoe dat nou de boel in elkaar steekt. Deze tool die is eigenlijk ontworpen door de designers van door de webdesigners van I Am Mastery Academy. Steve Hooley is een groot aandeelhouder hierin geweest, als ik het goed begrepen heb. En ook daarnaast natuurlijk Tyrone Foster, moet je niet vergeten, de man die dat allemaal heeft verzonnen, deze complete strategie. Patrick Kenny, Abel Melendez, 3 toppers die echt ook iedereen dit willen leren, die er voor open staat en die ze eigenlijk op een andere manier willen traden, op een veiligere manier. Want wat is hier nou zo fijn aan? Nou, voornamelijk de risk to reward is hier ontzettend fijn. Je riskeert maar een klein aantal pips, zeg maar. Pips zijn dus de meeteenheid, zeg maar, waarin je kijkt naar hoeveel of dat je winst maakt. En tegenover hetgeen wat je kan verliezen of kan verdienen. En op het moment dat je heel weinig riskeert, dan zal je dus ook gaan merken dat het ook allemaal een stuk lekkerder wordt. Want als je een keer een los pakt, dan is het maar een minimale los die je pakt. En de keer dat je een take profit pakt, zoals bijvoorbeeld met deze. Nou ja, goed, je ziet hier, het is een 1-op-4 trade, mensen. 1-op-4. Dat is een heerlijke trade. Helaas, trouwens, daar begin ik hier wel mee, maar dat maakt niet uit. Ik ben hier gisteravond, of gistermiddag, zag ik het signaal binnenkomen. Ik zal er even bij pakken. Hier is in de zijkant, zie je dus hoe of dat, wat er gebeurt. Je ziet het signaal binnenkomen en dan is de eerste vraag eigenlijk die je stelt. Oh, dat klik ik heel de boel weg natuurlijk. Lekker handig. Even kijken hoor, dat er weer opnieuw niet. Zo, ik zat erin van 89532. Yes, perfect. De take profit was iets lager nog. Dat is ongeveer daar volgens mij. Even kijken hoor. Sorry, dit houdt een klein beetje op, maar niet getreurd. Het kan allemaal veel eerder. 89278875288752. Ik ben nog een stukje naar beneden. Oh, tuurlijk. Hé, hey, wacht even. Ik zit nu niet in de goede. Hold op. Moest die van de 4 uur hebben. Kijk, dan is mijn tekening ook weer terug. Nou, beter hoef ik helemaal niks te doen. Ik had gewoon het verkeerde dingetje aangeklikt. Je ziet hier dus de melding aan je zijkant binnenkomen. Op het moment dat je de emissie ziet binnenkomen, je klikt erop en dan krijg je dus het desbetreffende pair te zien. Je ziet hier dus ook dat die later nog een keer gecalled is. Daar ben ik niet meer in gegaan. Dat was dan op de 1 uur zaart. Ik zat er al in vanaf de 4 uur. Net een uur eerder dan dat. En ja, hij begon eigenlijk meteen te lopen. Een hele leuke trade. Maar wat maakt dit nou een DeLorean? Want wij zijn op zoek naar een DeLorean. Nou, dat is eigenlijk heel simpel. We kijken naar de 2 candles die voor de candle met de pijl staat. En op het moment dat er een pijltje staat omhoog of naar beneden, dan gaan we dus kijken bij een pijl naar beneden naar een sell. En met een pijl naar boven naar een buy. Nou, de eerste vraag die we moeten stellen is de rode candle
groter dan de blauwe? Nou, ik zal hem even iets uitvergroten, dan kan je het echt goed zien. Het antwoord is ja. De rode kennel is duidelijk groter dan de blauwe. En dan mogen we dus door naar stap 2. En stap 2, dat is de volgende. Snijd de rode lijn door de beide kennels. Nou, dat doet hij precies, dat gaat helemaal goed. Dus ook dat is een bevestiging. Nou, en dan komen we bij een ander puntje en dat is de locatie. Het is eigenlijk, de locatie, wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Nou, dat is een hele belangrijke lijn hier. We gebruiken EMA's. En de EMA, dit is de EMA 50. En die EMA 50, dat is eigenlijk een beetje soort van een magneet voor een candle. En daar wil die altijd wel graag weer terug naartoe. Dus hoe groter de afstand is van de prijs en de aqua, dus de lichtblauwe lijn, hoe groter die wordt, hoe minder interessant het wordt om die tray te pakken. Nou, heb ik hem gisteren wel gepakt en ik heb een risico. Ik had zoiets van, ja, ik vind helemaal naar de aqua toe, vind ik toch eigenlijk iets te ver. Ik ga gewoon net even boven de high zitten. Op de ijs eigenlijk, van de blauwe candle. En dat vond ik eigenlijk meer dan voldoende om het risico te lopen om een trade te verliezen. Ik wil sowieso niet meer dan 20 pips verliezen op een trade. Dat vind ik meer dan genoeg. En dan nog steeds hetgeen wat het opbrengt is dan 78 pips om en nabij. Ja, dat is natuurlijk ontzettend leuk. Dat is ontzettend leuk. Je ziet, hij is ook meteen van start gegaan. Trouwens, dit was stap 3, hè, welke ik nu de locatie. Dus we meten dat heel eventjes op. Zo, dit is vanaf. Even kijken, waar ben ik er eigenlijk precies in gegaan? 5, 3, 2 dus. Dus hier. Ja, dus dat is 31 pips. Ja, 31 pips vind ik net iets te veel op dit pair. Dit is duurst betaalde pair van de Forex-markt. Dus op het moment dat je winsten maakt, dan is het natuurlijk ontzettend leuk. Maar op het moment dat je de rode cijfers in gaat, dan tikken ze extra hard aan. Dus daar moet je mee opletten. Dat je dat heel in de gaten houdt met welk pair je bepaalde risico's neemt. Dus als je een grotere stoploss wil pakken of iets dergelijks, zorg dan in ieder geval dat je lot size kleiner is. Oftewel je risicofactor. We gaan door naar stap 4. Is er nog ruimte? Is er space naar beneden toe? Nou, en die ruimte, die is er wel degelijk. Kijk waar die vandaan komt helemaal. En kijk ook eventjes hier. Dit is, dat wilde ik eigenlijk laten zien. Ik dacht, waar is die gebleven? Maar hier is de blauwe lijn. De blauwe lijn, dat is de EMA 800. En dat is dus een gemiddelde gemeten over 800, de afgelopen 800 candles. En dat is mijn take profit point hier. Normaal gesproken, ik ben niet echt van het in het weekend overhouden van trades. Dus ik heb ervoor besloten zelf om de trade te closen. Dik in de profit. Ik vond het goed op de vrijdag. En in de pocket is in de pocket. Profit is profit. And that's what we love. En even kijken. Nou, er was dus voldoende ruimte om daar naartoe te gaan, naar die lijn. Dus dat had ik dus als intentie. En daar heb ik dus ook mijn take profit neergezet. En hij is meteen, wat ik al zei daarnet, hij is meteen gelopen. Ik heb eigenlijk geen enkele drawdown gehad, die misschien 1 of 2 pips. En daarna is het naar beneden gekelderd. Echt, dat ging in een bizar rap tempo. En dat was natuurlijk ontzettend mooi. Maar hoe begon mijn dag eigenlijk gisteren? Nou, ik ga eens even kijken welk pair ik daarvoor als eerste moet gebruiken. GPB Chef, eens even kijken, GPB Chef. Nou, dat is meteen een mooi voorbeeld dat niet alles roze geur en maneschijn is. En dat hoeven we ook echt niet onder stoel of banken te steken. Want ik zie hem daar wel een keer staan. Even kijken of dat er een oude record was. Want volgens mij zat ik er al eerder in. Even kijken hoe laat was dat. Dat was gisterochtend om iets over 7. En dan moet ik echt even terug. Het jammer is dat je af en toe een refresh die soort, wat niet nodig zou zijn in het weekend, maar goed. Even zoeken. Oh, dit is al te ver weg. Nee, dit is al te ver weg. Misschien ben ik er al voorbij gelopen. Dat kan ook. GPB Chef voor me bij. Had ik hier ook voorbij. Ja. Deze was het. Nee, die is niet. Dat is 40 uur geleden. Dat klopt niet. Ja, je moet echt goed kijken af en toe. Want soms mis je ook wel eens een trade ID. En dan,
Dan loop je dus hele leuke dingen mis. Ik heb gisteren een trade voorbij zien komen met een risk reward van 1 op 33. Dat was echt ongehoord. Of 1 op 31, sorry. Moet niet overdrijven. Het is al erg genoeg. Even kijken, deze is het. Volgens mij, GPB. Nee, het is een sell. Ik zat in een buy. Waar is dat ding? Er zijn er natuurlijk handmatig heb geplaatst, omdat ik iets zag op een kleine timeframe. Maar ik ga hem niet vinden. Jammer, oké. Okay. Maar goed, mijn eerste trade van de dag verloor ik dus gisteren. En ik haalde er op twee keer mijn schouders erover op. En ik ging weer lekker door met de orde van de dag. Want ik wist dat de hele dag nog voor me lag. En ik weet ook dat ik met deze tool gerust een paar trades mag verliezen. Want één trade is voldoende om alles weer goed te maken. En dat heeft niks te maken met het nemen van een grote risico. Maar puur te maken met het risico wat je neemt in je complete trade. En als dat dan maar 3 pips zijn, dan is dat echt marginaal. En dan is het ook wat, ja, dan kan je dus ook wat meer met je lot size spelen. Ook met een kleiner account zou je dan eventueel iets meer risico kunnen nemen. Ik raad natuurlijk niemand aan. Het veiligste is gewoon om gewoon echt met een verantwoorde lot size te spelen. Maar wat ik al zeg, als je maar iets heel kleins riskeert voor een opbrengst van 3, 4 of een veelvoud van dat wat je ervoor terugkrijgt, dan is dat af en toe wel eens een keer de moeite waard om dat te doen. En als je dat consistent doet, als je, dus dit ook gewoon, als je dat dus ook iedere keer doet, dus ik zie dat je gewoon resultaten zou boeken. USD Max, ja, die ga ik even opzoeken. USD Max, leuke trade is dat. Maar ook ik ben hier ook nog niet zo heel erg lang mee bezig met deze strategie, maar ik vind het echt waanzinnig. Ik heb in de 3 jaar tijd ben ik nog niet zo enthousiast geweest over een bepaalde tool. En ik denk dat dat ook wel voldoende zal zeggen. Dit was de trade die ik gisteren zag voorbij komen, of de trade setup. En deze is heel erg mooi. Ik zal hem even een beetje uitvergroten. De DeLorean zit hier. Nou, de vragen die we weer gaan stellen. Het is eigenlijk ja, in het Engels bigger cut location space. BCLS. Is de candle, de rode candle, groter dan de blauwe? Nou, we mogen even dan zeker kijken. Nou, ik denk dat zelfs Stevie Wonder had gezien dat deze rode candle groter is. Dus we kunnen door naar vraag 2. En de tweede vraag is, gaat de rode lijn door de 2 candles heen? Ja, dat gebeurt. De derde vraag is, is de aqua? Of de een van de EMA's zitten die boven de prijs. En dat is in 2 gevallen wel zo. En dat was eigenlijk voor mij het besluit. Ik zag hier wel die grijze zitten. Ik heb toch besloten, normaal gesproken zou dit dus niet officieel een entry moeten zijn. Maar ook omdat hij door die blauwe heen was gebroken, had ik zoiets van ja. Dit is misschien wel het moment om te gaan sellen. Ik riskeer niet heel veel. En ik heb hier een 1 op 7 trade bijna. En je ziet waar die heen is gegaan. Nou is het enige jammer hè, dat ik in een pullback zoiets had van oké. Okay. En nu, ik had een stop profit gezet. Hij tikt heel even mijn stop profit aan. Volgens mij was dat hier. Ja, dat was daar inderdaad om en nabij. En vervolgens gaat hij verder naar beneden. Echt ontzettend jammer, want je ziet wat deze trade heeft gedaan. Hij heeft gewoon zijn TP gehad. En sterker nog, ik zal nog even iets uitvergroten. Hij heeft nog veel meer gedaan dan dat. Dus dit had echt de trade van de dag kunnen zijn voor me. Maar met alle trades die je closed in profit, de winst is binnen. Het maakt niet uit, je kan gewoon verder kijken. En je ziet dus ook dat later op de dag dat er nog een keer een setup is gekomen waar ik nog een keer de kans heb gehad om deze trade in te gaan. Hier zie je weer een DeLorean zitten, een blauwe en een rode candle. Zup. En dezelfde vragen worden weer gesteld. De rode is groter. De rode lijn gaat door de 2 candles heen. Wat voor ruimte hebben we hier nog? Dat is misschien net iets meer dan wat ik in het begin had. Want ja, hij is alleen maar aan het zakken gegaan. Dus dan ga ik wat afstand creëren. Maar op zich nog wel plausibel genoeg. Kijk, weet je, het is als je gewoon boven de heis of iets ergens een stoploss zet. Je riskeert niet al te veel. En dan kan je ook eens een keer gewoon een trade pakken. Waarvan je normaal zou zeggen, nou, ik weet niet of ik dat zou doen. Maar als je al deze stappen gewoon netjes volgt, dan zal je zien dat je hier echt heel snel resultaten mee kan gaan boeken.
Nou, dit was dus USD Max. Volgende keer, ik moet echt leren om geduld te gaan krijgen in dit hele verhaal. Dat is best een dingetje. Voor veel mensen denk ik dat dat best een dingetje kan zijn. Maar goed, dit is dus voor iedereen die er vanaf het begin in heeft gezeten, is het dus echt een wereldse trade geweest. En zo kan ik nog wel even doorgaan, want ik heb er een paar gepakt gisteren. Ik zoek ze er even bij. Ze zijn natuurlijk niet allemaal goed, maar je moet ook even kijken, want sommige zijn gewoon niet goed. Ik zal nog eventjes een bijvoorbeeld erbij gaan zoeken, welke ik niet veel keren een bijgeplaatst zie ik nu. Gisteren. In ieder geval niet met veel succes. Het begint eerst was een bij. Hier. GBP USD. Even checken hoor. GBP USD. GBP USD. Waar zijn die? Yes. Hier. GBP USD. Hartstikke mooie trade. Ook hier. Kijk. Even kijken hoor. Dan komt dezelfde. En het is een kwestie van herhaling, herhaling, herhaling. Als je dit gewoon, als je deze stap iedere keer doorneemt, dan wordt het bijna van een vanzelfsprekendheid dat je heel snel kan gespotten of dat het een DeLorean is, ja dan te nee. Nou, je ziet het hier weer, rood is kleiner dan de blauwe, wat nu moet de blauw dus groter zijn, want we kijken naar een buy. En dan de rode lijn gaat door allebei de candles heen. Stap 2 is ook goed. Hoe ver zitten we van de aqua af? De eerstkomende lijn of welke lijn dan ook. Zitten ze, waar zitten ze? Het is een uptrend. Zoals je ziet, ze zitten alle drie onder de prijs. Dus voor mij eigenlijk een vrijbrief om echt op een hele mooie manier met de trend mee te traden. En deze trade te pakken. Er is natuurlijk niks mis met counter trading. Maar het fijnste is gewoon om met de trend mee te traden. Dus laten we daar eens even naar kijken. Ik had hem al klaargezet. Ik had een klein beetje huiswerk gedaan. En mijn TP had gestaan op 52 pips om en nabij. Had hij ruimschoots gehaald trouwens. Ook hier gold weer. Ik werd een beetje ongeduldig, hij begon een pullback te maken. En ik heb gewoon besloten om eerst, ik had eerst al partials gepakt. Heel belangrijk om dat ook te doen, tussentijds, om gewoon een keer partials te pakken. En om dan je stoploss te verplaatsen naar je entry points, zodat je nooit meer in de rode cijfers kan komen. Dan heb je gewoon een risk-free trade. En op het moment dat je dat bij iedere trade doet, dan zal je zien dat je losses echt ontzettend afnemen. Maar ook de grootte van de losses is bijzonder laag. En dit was ook weer een hele mooie trade geweest. Ook hier mijn TP stond dus lager dan waar die is geweest. Helemaal geen probleem. Ik ben tevreden met wat ik heb, want dat was de bedoeling. En dan kun je weer door naar de volgende trade. Even kijken, we laten hem lekker staan. En welke pak ik er nog even bij? De allerlaatste die ik even wil laten zien. EuroJPY was wel volgens mij een hele vette. EuroJPY, ja. Even kijken, we hoe laat was dat? Dat was in de ochtend. Oké. EuroJPY. Nee, minder dan 24 uur. Hier. EuroJPY. 22 uur geleden, ja, correct. Oh, ontzettend mooie trade. En wat heb ik hier een hoop laten liggen? Maar dat maakt niet uit. Wat ik al zei, hij zei daarnet. Be satisfied, wees gewoon tevreden met wat je voor ogen hebt als doel. En als je dat maar stug aanhoudt, dan komt het altijd goed. Waarom had ik hier mijn TP staan? Omdat de eerste lijn hier komt. Ik zet mijn TP meestal gewoon op de eerste beste lijn die er komt. En dan kan je dus ook meteen zien hoeveel ruimte of dat je dus hebt voor stap 3 om die trade te gaan pakken. En je ziet hier weer hetzelfde verhaal. Je ziet hier de DeLorean. Ik heb eventjes gewacht op een pullback om deze trade in te gaan. Dat is altijd heel erg fijn. Dat noemen ze de Patrick Push. Kom ik later wel een keer terug. Patrick Kenny die heeft dat eigenlijk bedacht. Dan heb je een nog betere risk reward. Want als ik er hierin zou gaan en ik zou voor deze TP gaan hier, dan zou mijn risk reward ontzettend slecht zijn. Dan zou ik onder de 2,6 zitten. Dan zou ik onder de 1, of dan zou ik misschien anderhalf halen of iets in die trend. En ja, dan is het de trade die ik niet wil nemen, want dat is gewoon de moeite niet waard. We kijken altijd naar trades die we willen pakken. Minimaal 1 op 2, 1 op 3, 1 op 2,5. Iets wat ertussenin zit, dat moet echt minimaal zijn. Anders laat ik hem gewoon lopen, dan is het gewoon de moeite niet waard. Dan komen er setups zat op een dag.
Deze trade vond ik echt heel erg leuk. Waarom? Ben ik nog een keer, ben ik hier nog op de charts terug gaan kijken, gewoon even op TradingView. En toen ben ik even gaan kijken naar entries op de 5 minuten. Die worden hier nog niet gegeven. Ik geloof dat ze daar wel mee bezig zijn. Maar entries op de 5 minuten, want ieder timeframe gebeuren dezelfde dingen vaak. Alleen ja, dan in, je ziet dat er dus vormen zijn in die candles. Dus je kan dus ook op andere timeframes gaan kijken. Dus ook op kortere timeframes voor kortere trades misschien wel. Met gewoon iets minder pips, maar ook nog minder risico. 1 of 2 of 3 pips stoploss. Ja, en ik heb er echt tussen zitten dat ik gewoon 1 op 10 trades heb gepakt. En dat was eergisteren volgens mij. Gisteren had ik ook een 1 op 6, 1 op 7 trades volgens mij. Of ja, dat was gisteren. 1 op 6, 1 op 7 trades. Nou, dat is gewoon fantastisch als je daarin zit en je pakt die helemaal mee. Dus ja, goed, de stappen doorlopen, Patrick Poes afgewacht, op het midden van de rode candle ben ik erin gegaan, mijn risk reward was perfect, hij heeft het aangetikt, Pietje is tevreden en ik kan door naar de volgende trade. En ik ben hier ergens, ben ik een keer gaan kijken nog, voor nieuwe entries, op de 5 minuten. En dat is wonderwel gelukt en daar heb ik dus ook nog een keer wat profit uitgehaald. Even kijken waar het was eigenlijk nou. 6 van 7 was het niet. Nou ja, goed, dat maakt er niet zo heel veel uit. Het leuke is dus gewoon dat je dus ook gewoon die kleinere timeframes ook kan gaan gebruiken. Ik raad dat iedereen af als je nog niet bedreven genoeg bent. Ik moet heel eerlijk zeggen dat, dat ik ook nog steeds natuurlijk student ben in deze strategie. En daar is helemaal niks mis mee. Ik bedoel, want je moet ergens beginnen tenslotte, maar ik vind het echt waanzinnig. Ik denk dat ik het hierbij laat voor vandaag. Hebben jullie vragen? Nou, stel ze gerust. Je kan me vinden op Instagram, Piet for Profit. Op Facebook is het gewoon Piet Leetemia. En ja, jongens, like voornamelijk mijn YouTube-kanaal. Ik ben nog op zoek naar een paar volgers, dus please join mijn YouTube-kanaal. Daar ga je nog andere dingen op vinden. Ik heb wat leuke liedjes gemaakt over Forex trading. En ik hoop dat ik je daarmee kan vermaken. En ik wens jullie voor nu alvast een heel erg fijn weekend. Peace out.